ben Wesley Meuris, ik ben beeldend kunstenaar. Projecten die zich wat situeren tussen sculpturale projecten, installaties en architecturale projecten. De titel van het werk is Urban Model en het wordt een sculpturaal paviljoen. Het kan effectief betreden worden door het publiek. Het is een paviljoen dat een centraal punt heeft, maar dat eigenlijk 360 graden rondom glas bevat en waar ook textuele elementen zijn op aangebracht. Dus je kijkt vanuit een bepaald centraal punt naar de stad door een bepaald diagram. En er wordt op die manier een bepaalde toelichting, een bepaalde benaderingswijze van de stad meegegeven. Het is ik hoop toch althans, een project dat uitnodigend werkt om het te betreden. Het is een plek waar je kan vertoeven, waar je kan zitten en waar je naar de stad kan kijken. Dus het heeft iets uitnodigend. Wat me telkens opvalt als ik Brugge bezoek, is die historische... onderlaag die hier heel aanwezig is, hè, in de architectuur, in wat de stad heeft betekend in onze geschiedenis. En hoe dat die dan samenkomt vandaag de dag met die nieuwe economie, die nieuwe manier van kijken, die heel dikwijls ook een belevingsintentie heeft.